Focus op de stand van zaken. De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis is bestemd voor spoedzorg. Mevrouw Claudia Redan, algemeen directeur AZP, gaat verder in op hoe het ziekenhuis omgaat met de toegenomen druk. Ik moet zeggen dat dus feitelijk met name vanuit het Academisch Ziekenhuis, maar ook de overige ziekenhuizen, zitten we dus al in de situatie al een paar weken te monitoren, nadat we de melding binnen hebben gekregen van zowel vanuit de kinderartsen, maar ook vanuit onze spoedeisende hulp. Ik kan meegeven vanuit het Academisch Ziekenhuis en ook vanuit het spoedeisende hulp, hebben we de afgelopen 2 weken 400 kinderen gezien. Dus u begrijpt dat geen het enorm is. We zijn dus niet gewend zoveel kinderen te zien met dezelfde klachten, dus het braken, diarree en koortsij. Dus dat zegt wel in veel. En dat geeft ook aan dat je dus ook extra alert moet zijn en ook daarop maatregelen moet treffen. Voor de duidelijkheid, en ik denk dat het inderdaad goed is dat u die vraag gesteld heeft, is dat als je komt naar de spoedeisende hulp, gaat het erom dat je dus komt voor dat je inderdaad een acute aandoening hebt. Dus je heeft spoedzorg nodig. En we zullen te alle tijden ervoor zorgen dat u hiermee gewoon die zorg kunt genieten. Het is inderdaad zo dat je dus de drempelkosten moet betalen. Je moet begrijpen dat de drempelkosten is feitelijk een deel om dus de kosten voor het spoedeisende hulp zelf te helpen dragen. Maar het is dus niet zo dat u eerst een gegeven moment echt verplicht gesteld wordt en dan geef men zorg niet. Dat doen we niet. We werken vanuit de SIH, hebben we feitelijk een speciale triagecode. Dat is ook een beetje bekend bij die samenleving. Even gewoon te herhalen. We hebben dus een code van 1 tot en met 5. Code 4, 5 zijn meestal geeft men de huisartsen gevallen. Daar zien we feitelijk nog te veel van. Dus u begrijpt dat het voor ons heel erg belangrijk is dat we dus op zeer kort termijn de spoedhuisartsenposten weer hebben. Zodat dus die ons helpen om dus die druk te verlichten op onze spoedeisende hulp. En dan heb je de code 1, 2 en 3. En de code 1 die zijn de zeer ernstige gevallen die we dus gewoon per direct moeten zien. En code 2 en 3 zijn natuurlijk ook gegeven met ernstige gevallen. Dus terugkomend op dus uw vraag met betrekking tot moet men eerst betalen en dan wordt men geholpen? Nee, dat klopt niet. Je wordt altijd gegeven moment geholpen en dan gaan wij gegeven moment vervolgens dan een traject met uw inzet administratieve zaken die natuurlijk in orde gemaakt moeten worden. We zien de situatie dus nu met betrekking tot de kinderen en wat we dus nu zien, kan ik meegeven dat we dus vanmorgen kreeg ik dus de melding binnen dat er geen opnamecapaciteit meer was binnen dus de ziekenhuizen, dus niet alleen AZ maar ook de overige ziekenhuizen. We zijn dus natuurlijk gegeven moment direct een spoedberaad bijeengekomen om dus te kijken hoe kunnen we uiteindelijk ervoor zorgen dat wij dus de kinderen die dus acuut opgenomen moeten worden, let wel, daar heb ik het even specifiek over, dus met kinderen met dus braken, diarree en koorts, die dus wel toch opgenomen moeten worden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dus een plek voor hen kunnen creëren? Dat hebben we dus ook een beetje besproken. De ziekenhuizen die zijn dus nu in stelling gebracht. U begrijpt dat het wel voor ons wel zal betekenen dat wij ook niet slechts capaciteit ter beschikking moeten stellen, maar ook onze human resource. En dat is nog een hele grote uitdaging binnen de ziekenhuizen. Maar de mensen nu al aan een bepaalde druk werken binnen de ziekenhuizen. Het is al alom bekend dat we op een gegeven moment al een tekort hebben aan zorgpersoneel. Dus u begrijpt, met dus wat we dus nu zien, dat we dus nu toch wel onder een heel hoge druk komen te staan. En dat we dus op basis daarvan, dan de verpleegkundige directeuren, die gaan dus nu geven men dan binnen 24 uur moeten ze dus vaststellen hoeveel verpleegkundigen ze vrij kunnen maken, zodat wij dus toch wel voor kunnen zorgen dat we een groot deel van dus de kinderen kunnen opvangen. Focus op de stand van zaken.